Het weerbericht van vrijdag 6 mei 2022. Voor boerenbusiness. Nou, we zitten inmiddels al behoorlijk diep in het voorjaar. We zien alweer dat de droogte serieuze vormen begint aan te nemen. En het is bijna een traditie aan het worden, want ook de afgelopen jaren. was het voorjaar behoorlijk droog. Dat gold voor 2018, 2019 en 2020. Maar we hadden nu wel een betere startpositie van het voorjaar, want de winter was behoorlijk nat. En ja, toen was het neerslagtekort van de afgelopen zomer helemaal weggewerkt. Maar inmiddels uh, loopt dat toch alweer behoorlijk op. Dat kunnen we mooi zien aan deze grafiek. We zitten zelfs. Op de lijn van het recordjaar 1976. Daaronder zien we die grijze lijn. Dat is 2018. En de verwachting, die stippellijn, is dat die droogte voorlopig behoorlijk nog gaat toenemen. Ja dat heeft allemaal te maken doordat er geen regen gaat vallen. Ja, er is wel een beetje regen onderweg in de nacht naar uh, zaterdag. We zien dat ook hier terug uh, in de grafiek. Beetje regen, maar dan volgt het nog wel weer lange tijd droog weer. Af en toe zien we wel wat neerslagsignalen opkomen. Maar. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden. En de verdamping die begint ook steeds meer toe te nemen. Want de zon die staat hoog aan de hemel. En we zien ook nog de temperatuur volgende week steeds verder oplopen. Ik verwacht uiteindelijk dat we op de meeste plaatsen wel 20 tot 25 graden kunnen gaan halen. Dat heeft allemaal te maken dat de luchtdruk wat gaat veranderen. We zien nu nog een hoogdrukgebied drukgebied ten noorden van ons. Maar dat gaat verplaatsen richting Oost-Europa. Daardoor gaat onze stroming draaien van noord naar zuid tot zuidwest. Ja, en dan kan er uiteindelijk. Warmere lucht onze omgeving bereiken volgende week. Voorlopig ga ik ervan uit dat we volgende week 20 en in het binnenland van tijd tot tijd ook 25 graden kunnen gaan halen. Eerder was de verwachting nog wat warmer, maar dat is een klein beetje afgevlakt. Dus er is nog wel uh, enige onzekerheid. Maar wat duidelijk is wel dat de droogte voorlopig blijft aanhouden. En dat is eigenlijk toch wel in de strook ook van Noord-Frankrijk, zo richting het westen van Polen. Ook elders in Europa zijn er toch wel wat extreme te vinden. Zo heeft het oosten van Spanje veel regen gehad de afgelopen dagen, de omgeving Valencia. Had in 24 uur tijd 200 mm. Nou, dat is nog nooit gebeurd in de maand mei dat er in 24 uur tijd zoveel regen viel. En ook verder naar het uh, zuidoosten, omgeving Moesia, zware buien met hagel. De abrikozenoogst heeft daar echt flinke schade door die hagel. Maar ook nog meer droogte, bijvoorbeeld in Noord-Italië. De rivier de Po staat recordlaag. En ook daar heeft de landbouw serieus last van uh, het droge weer. Maar ook dus bij ons voorlopig weinig regen.